Welkom bij aflevering 31 van Hanniché. Ja, wat nou? We gaan onze club toch niet naar de Jupiler League begraven? Ik kreeg steeds briefjes van de Dela. Of het niet eens tijd werd voor de club. Zelfs die Ballen kreeg gisteren een briefje. Maar dat gaf die mooie deur aan de aanvoerder Breinberg. En die deed er heel lang over om het te lezen. Dat ging er alleen maar over hoeveel personen er bij de koffietafel mochten komen. Maar kom op jongens, zolang we nog kans hebben, moeten we ervoor gaan. En bidden. Misschien kunnen we Feyenoord wel matsen, de geliekte spelen zaterdag. Je weet maar nooit. En bij NEC kan alles. Daar zien we wel gewend na al die jaren. En alweer trekken wij ten strijde voor rood, zwart en groen. Dellen met een paar mooie reddingen. Maar ook weer met stom uitverdedigen achterin. Man, wat nam die risico's? Hij was echt van slag. We moeten toch meer bidden, want de keers is al uitgegaan van Nederland. Ver speelt Ajax tegenwoordig in. Het Geer en Goorpaleis, de Heineken 020 hal of de Toppers Arena. Heet het nog steeds geen Johan Cruijff Stadion? Schande! We hebben nog wat tips voor jullie. De toekomst heet voortaan het De Boer Zoek Vrouw Complex. Met een winkel ernaast, de Sjaak Zwart was er retten. Sjaak Zwart was al uw geld weer wit. Samen met Yvonne Jaspers, de wasvrouw. Even terugkomen hoe je met oud-spelers omgaat. Wij hebben ook in de toekomst gekeken, we hebben ons plannen klaar. Let op Ajax, zo doen wij dat. Wat dacht je van de Ronde Groot Arena? En die rotonde bij de Anak heet voortaan het Leeuwke Bessieplein. En dan hebben we ook nog het Peter Hiballa Jeugdinternaat. En voor al uw keepwerk, de Wilfried Broekhuis Academie. Zo ga je maar oud spelers om. Jullie hebben veel te danken aan ons. Met goede spelers van ons. Gentenaar, Sillissen, Schöne. Die komen allemaal uit onze school. En is hier nooit blijven zitten. Ze gingen altijd over. Maar wel naar duurdere clubs. Bas Nijhuis uit Enschede, de huisvriend van VI. Wisten jullie dat hij heel komisch is en goede moppen kan vertellen? Ik mag hem wel. Ik denk dat wij een penalty van hem krijgen. We kunnen onszelf en Feyenoord nog in de race houden. Dat zou mooi zien. Dit is het nieuwe boek van Peter Hiballa. Het komt over 3 maanden uit. Dus, ik denk een gelijk spelletje. 6-6. En oh ja, fijne wedstrijd.